Ernst, Bobby en de rest. 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 Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Blech. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. 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 Ernst, kom nou. Hey Ernst, weet jij wat het verschil is tussen een koekje en een olifant? Nee. Je kan een olifant niet in de thee dopen. Bobby de Boeing. Welke Boeing? De Boeing van politiebericht gaat af in je rugzak. Schiet op. Waarom zeg je dat ook niet, Ernst? Hallo, hier Monika op de ert met de politieberichten. De koning en koningin van Brannonië zijn op bezoek in ons land. Maar sinds enige uren is hun kleine zoontje vermist. De koning en koningin loven een beloning uit voor de vinder van de prins. Wauw, dat is gaaf zeg. Hey. Poppy, dat is gaaf. Er is een klein prinsje vermist. Dat is verschrikkelijk. Ja, maar er is een beloning uitgeloofd, Ernst. Kom op. Poppy. Bobby, wat doe je nou? Ernst, we gaan dat prinsje terugvinden en dan krijg ik een beloning en dan zijn we rijk. Yes! En jij mag meehelpen dat prinsje vinden en dan krijg jij ook een beloning. Maar dat is nog niet zeker. Dat slaat helemaal nergens op, Bobby. Je weet nog ineens wat die beloning is. Nou, als jij goed meehelpt, dan krijg je van mij een sportauto als beloning, Ernst. Een sportauto? Dat slaat nergens op. En een zwembad. Ik wil helemaal geen sportauto en een zwembad. Een vliegtuig? Bobby, ik wil helemaal geen beloning. Ja, wat moet ik dan met dat vliegtuig, Ernst? Ik heb een idee. Ik ook. We laten dat zwembad leeglopen en dan zetten we dat vliegtuig in dat zwembad. Staat die ook niet in de weg, Ernst? Goed idee van jou. Kip. Huh? We gaan naar de hoofdcommissaris toe en dan gaan we vragen waar het kleine prinsje voor het laatst is gezien. En dan gaan we daar zoeken. Kom. Oké. Ja? Urbi en Orbi, wat is er nu weer? Het is Ernst en Bobby. Waar? Hier. Wij zijn het. Ja. Men spreekt een hoofdcommissaris niet tegen en daarbij, ik ben erg druk. Er is namelijk een prinsje vermist. Nou, en daar komen wij. Ja, want er staat een vliegtuig in mijn zwembad. En als het er is, dan... Nee, Bobby, wij willen graag helpen met het zoeken naar dat prinsje. Nou ja. Het prinsje dat was aan het spelen in de hal van het hotel en daarna was hij opeens weg. Maar misschien kunnen jullie daar eens in de buurt gaan kijken. Oké. Hij was gekleed in een rode majo. Oké. Okay. Rood majootje. Gaan we doen. Tot ziens. Dag, hoofdcommissaris. Nou, jongens. Een vliegtuig in een zwembad. Hey, Ernst. Ernst, stel je nou eens voor... Hou nou eens op over die beloning. Nee, niet over die beloning, maar dat wij twee prinsen zijn. Wij? Prins Ernst en Prins Bobby. Ik zou zo graag een klein prinsje willen zijn. Met hele mooie kleren die gemaakt zijn van satijn. Een gouden kroon en een ring met een briljant. Een foto die staat elke week wel op de voorkant van de krant. Ik zou zo graag een klein prinsje willen zijn. Ik zou wonen in een mooi kasteel, het is daar vast heel fijn. Een eigen koets en een heel lief eigen paard. Ja. En elke dag dineren we met verse appeltaart. Oh, stel je voor, stel je voor. Oh, stel je voor dat ik een echte prins zou zijn. Oh, stel je voor, stel je voor. Stel je voor dat wij twee prinsen zijn. Ik zou zo graag een klein prinsje willen zijn. Vakantie is
in Spanje. Ons kasteel is echt niet klein. 100 kamers en een heel groot eigen bos. Met 24 paarden, ze lopen gewoon los. Oh, stel je voor, stel je voor. Oh, stel je voor dat ik een echte prins zou zijn. Oh, stel je voor, stel je voor. Stel je voor dat wij twee prinsen zijn. Bij elke les haal je nooit een 6. Zelfs niet voor dicté. Een 10 is goed. Een 10 die moet. En dat valt heus niet mee. Op tijd naar bed. Nooit een kroket. En steeds je beste kleren aan. En je haar moet net. Het is nooit een pet. En vroeg naar huis toe gaan. Oh, stel je voor. Stel je voor. Oh, stel je voor dat ik een echte prins zou zijn. Oh, stel je voor. Stel je voor, stel je voor dat wij twee prinsen zijn. Prins Ernst en prins Bobby. Oh, stel je voor, stel je voor. Oh, stel je voor dat ik een echte prins zou zijn. Oh, stel je voor, stel je voor. Stel je voor dat wij twee prinsen zijn. Poelen. Wat ben je aan het doen? We zijn op zoek naar een prins, niet naar een eend. Je moet om je heen kijken. Oh, ja. Ernst, kijk uit. Nee, om je heen kijken. Ik zei toch kijk uit, Ernst. Maar je luisterde weer niet. Oh, sorry. Ik had je niet gezien. Ernst heeft helemaal een gat in zijn rode broek. Ja. Rode broek? Zijne koninklijke hoogheid, u bent teruggevonden. Bobby, hij komt uit Brannoni. Hij spreekt helemaal geen Nederlands. Oh, hallo. En wij zijn Ernst en Bobby. Dit is Ernst. En ik ben... Een soepkip. Bobby, we gaan hem terugbrengen. Maar we moeten eerst nieuwe kleren voor hem kopen. Dit ziet er niet meer uit. Oké. Zijne koninklijke hoogheid, uw dienaren Ernst en Bobby... gaan die eventjes naar de winkel brengen om een nieuwe broek te kopen. En dan gaan we allemaal leuke dingen. En we gaan dat eten. En we gaan allemaal speeltuin in. Hier is het, Bobby. Ernst, maar dit is een soort verkleedwinkel. Ja, maar Bobby, we hebben kleren voor deze prins nodig. En hier verkopen ze echt alles. Alles, Ernst? Alles. Hey, Ernst, hebben ze hier ook dansende bananen of swingende soepkippen? Bobby, hier verkopen ze alle kleren. Soepkip. Oh, Ernst, dat zeg je niet tegen de prins. Excuses, kleine koninklijke hoogheid. U bent geen soepkip, maar ik ben een soepkip. Ja. Schiet op. Ernst, moet je kijken wat een mooie bal, juggen. Bobby, doe maar even gewoon. Hier, moet je kijken. Deze kronen zijn 10 gulden per stuk. Die lijken me hartstikke goed. Ernst, ik wil geen stuk van de kroon. Ik wil de hele kroon. Nee, zo zeg je dat. 10 gulden per stuk. Ja, moet ik, Ernst. Hé, moet je kijken, Ernst. Wat een mooi bloesje. Oh ja, inderdaad, zeg. Oh, dat zal hem vast hartstikke mooi staan. Ja, die nemen we. En kijk eens, wat vind je hiervan? Een toverstafje? Zo, doet hij het echt, Ernst? Kom eens. Nee, natuurlijk niet. We gaan afrekenen. Ja, spannend. Zijne koninklijke hoogheid, u ziet er weer fantastisch uit. Ja, en nu, Bobby, gaan we hem terugbrengen. Ja. Maar, wat ruik ik? Ik geloof dat die koninklijke hoogheid van jou een schone luier moet hebben. Zijn de koninklijke hoogheid, u krijgt van Ernst een schone luier. Ernst? Van Ernst? Ja, ik ben allergisch voor luiers, Ernst. Daar krijg ik een luieruitslag van. Ja, maar Bobby, het is jouw prins. Jij struikelde erover, Ernst. Nou, weet je wat? Ik doe in ieder geval even deze luier uit. Oh, wat een lucht, zeg. Bobby, deze prins mist wat. Nee, hij heeft een kroontje, hij heeft een keurig pakje aan en hij heeft geen... het is een meisje. Bobby, als dit een meisje is, is dit niet de prins? Wie ben jij dan wel? Hoehoe. Wie ben jij dan? Daar is ze! Mijn Anita! Anita? Oh, schatje, kom maar
mijn mama. Ja, dat was mevrouw de Vries. Die had vanmorgen haar deur opengelaten per ongeluk. En toen is haar dochtertje naar buiten gekropen. Maar waar is dan die verdwenen prins gebleven? Die is al lang teruggevonden en zit al in het vliegtuig naar Brannonië. En zo zie je maar weer dat ik ook deze zaak tot een goed einde heb gebracht. Ja. Dankzij mijn jarenlange ervaring en mijn intensieve speurwerk. Ja, dat weten. Tot ziens.